Goedemorgen, dames en heren. Ja, ik ben alweer vroeg bij. En, ja. Ik ga vandaag weer lekker trainen. Ik heb er helemaal weer zin in. Dat meen ik echt. Vanmorgen keek ik op de weegschaal en toen was ik 12,5. Ja, 112,5. Dus er is weer gisteren weer een kilo afgegaan. Dus ik ben hartstikke blij. Ik heb mezelf beloofd als ik op de 10 kom, dan koop ik dumbbells. Maar dan zwaarder zoals ik het u heb laten zien. Dus wat heb ik als ontbijtje? Als ontbijt heb ik Activia en een groene smoothie. Punctie vindt helemaal niks. En ik zwaai een beetje met het ding, maar ik denk ook dat het door de emotie komt. En donderdag heb ik een gebiedje weer. Dus zie u later. Ga weg. Goedemiddag. We hebben weer getraind. En het ging weer lekker. Ik ben wel een beetje kapot, maar over een paar minuten ben ik weer hersteld. Nou, zoals ik vertelde, ik was vanmorgen 12,8 kilogram. Het kan wijzen dat hij een beetje bibbert. Maar ik heb weer aan mijn triceps gewerkt en mijn biceps. Dus die zijn wat overspannen. En het doet, het brandt. Laat ik het zo zeggen. En ik ga vanmiddag nog even fietsen. En dan neem ik u wel weer mee. Het is droog. En er zijn mooie herfstkleuren. Dus wat ik als lunch heb is noedels met gekookt ei. Ik moet toch een beetje aan mijn koolhydraten denken. Maar dit is maar deze noedels zijn maar 8 gram aan koolhydraten, dus dat valt wel mee. Nou, een ei is 1, dus 9 koolhydraten zit ik nu op te eten. 9 gram dus. Nou, ik ga even eten, want anders worden mijn noedeltjes koud. En ik neem u mee naar met fietsen. En dan hoop ik dat alles goed gaat. Zo, ik ben weer aan het fietsen. Ik heb daarnet bij de Action heb ik 2 loopshirts opgehaald. Ik had er al 1 en ik zat er zo lekker onder het trainen. Dus ik heb er 2 gehaald. En ik zeg altijd eentje in de was en eentje in de kast. Dat is het makkelijkste. Ik sta hier vlakbij Middelby, of de Middel. Dat is een tussenstukje tussen Wormerveer en Westzaan. Ik wil even zo draaien. Die huizen die u daar ziet, dat is de Middelby. En voor de rest, ja, ik sta weer midden in de polder. Maar u hoort ook het geluid van de A8, hierachter. Die sluit aan op de weg naar Alkmaar. En ja, het is hartstikke mooi, maar je komt niet boven het geluid uit, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of u dat mannetje kan zien. Maar dat molentje was van een velse vroeg overleden vriend van mij. Die Hessel de Vries.
Als ik hem molen zie, moet ik nog steeds aan hem denken. Hij was de hele dag en elke vakantie was hij bezig met zijn molentje. En hij werd ontslagen en kreeg een topbaan. Nou ja, voor hem een topbaan als molenaar op de Zaanschans. En hij is met oud en nieuw is hij overleden. Het is, ja, waaraan weet niemand. Hij is in zijn slaap overleden, dus de mooiste dood die je hebt. Eigenlijk. Zo, we zijn weer aangekomen bij, wat eten we vanavond? Vanavond eten we een keertje geen vlees. Maar vegetarisch. Het is gestoomde pak soi, tofu. Met Oosterse groenten. En een pittige dressing voor over de tofu heen. Dus, wat hebben we nodig? We hebben nodig. Ik heb het even makkelijk gehouden. Een Bami Nashi mix. Tofu. Sojasaus. Een kippen bouillon tablet. Lemon sap. Black bean saus. Je kan bij Albert Heijn de gewone kopen. Ik heb altijd de Chinese. Die is wat pittiger. Dus, nou, en dan heb ik twee rode pepers. Voor zometeen de saus. En de sojasaus. Dat is ook voor de dressing. Nee, dit gedeelte is eigenlijk zo. Is voor de dressing. Dus de lemon. De sojasaus. De rode pepers en een klein beetje olie. Dus. En natuurlijk, ja, ik heb hem niet leggen, maar een knoflookje mag nooit ontbreken. Is altijd goed voor je. Geef die geliefde geen zoen daarna. Eet dan even een klein beetje peterselie, dan is die smaak weg. Maar het is hartstikke goed voor je. Dus. Nou, dit wordt het voor vanavond. Ik zie u aan tafel. Het stomen van de tofu, dat moet wel in een stoompan gebeuren. Of in, als u een stoommandje hebt. Dat is het makkelijkste. Of anders als u een grote giet hebt, dat u het boven het water kan houden. En dan, anders kunt u niet stomen. Of u moet in uw oven een stoomding hebben. Maar we stomen ongeveer 5 à 6 minuten. Zo, dan zitten we aan tafel. Ja, wat heb ik gedaan vandaag? Dat heb u allemaal gehoord. Dus ik heb getraind. Waar ik om moest lachen. Wat ik vanmiddag las. Eigenlijk in de krant. Ja, ik heb een ochtendkrant en die lees ik dan tussen de middag. Maar tof, hey, Bloebie. Die schijnt homo te wezen. Nou, verbaast me dat helemaal niet. Maar ja, het is een Mohammedaan. Oftewel iemand die de islam aanhangt. En ja, ik dacht altijd dat hij pedo was. Maar ja, dat is hij dus niet. Hij is dus homo. En er komt een boek over. Ik denk dat ik ook een boek ga schrijven. Ik ben oud. Ik ben getraind. Ik heb een gespierlijf. Dit is toch achterlijk. Want ik ben homo. Ja. De man heeft gewoon niks anders te doen, denk ik. Hij is uit de Tweede Kamer getrapt. En ja. Ik hou niet van dat soort mensen. Dus. Maar ik heb vanavond iets lekkers. Tenminste, ik hoop dat het lekker is. Ik heb het nog nooit gegeten. Maar het is gestoomde tofu met een dressing met rode pepers, sojasaus en
limoensap. En gestoomd in kippenbouillon. Dus dan kwam de stoom vanaf. Gooi het niet weg, dan heb je s'avonds nog een kopje soep op de volgende dag. Doe er wat groente bij en je hebt een volledige maaltijd, zowat. Dus gooi het bouillon niet weg. Daarna heb ik oosterse groenten met black bean saus, oftewel zwarte bonen saus. Maar ik, dat zeg ik nogmaals, ik gebruik niet van Albert Heijn, maar ik gebruik de Chinese. Het is wat pittiger. En er zit, zit een beetje sambal doorheen op red peppers en garlic. Dus dit is het eindresultaat. Dit is het eindresultaat. Het ziet er weer fleurig uit. De rode pepertjes, ja. Ik hou van pittig. U kan ze ook, ik heb ze met de zaadjes erbij gedaan. U kan ze ook, als u ze even rolt en u snijdt ze door, dan vallen de zaadjes er zo uit. Dus. Maar, nee, dat was een avond heen. Ik ga vanavond weer naar James Bond kijken. En op vanmorgen verheug ik me hartstikke. Want vanaf 4:30 weer rugby. Dus, en ik denk dat ik dan weer een flesje Schotse wonderdrank haal. Dus. Nou, ik zou zeggen, prettige avond.